Hallo, mijn naam is Emiel en welkom hier op Peern. Ik ga jullie uitleggen hoe je een leuke dag kunt hebben in de sloep. Als eerst kom je aan in het groene sloepenhokje. Als je daar bent, zie je kussens liggen op nummer van sloep. Die kun je meenemen en in je sloep leggen. En het eerste wat je doet, is de pluggen erin. Die zitten aan de achterkant. Dus om even de deksel aan de achterkant op te tillen. En aan beide zijkanten de pluggen er even in drukken. Als je daarmee klaar bent, dan kun je je omdraaien en dan zit er een blauwe hoes om de stuurconsole heen. Trek die er even af en leg die ook in die bak van de pluggen. Dan de gele oplaadstekker eruit. Dat doe je door middel van de ring draaien en dan net als je telefoon de stekker eruit halen. Vervolgens als je de stekker eruit hebt gehaald, kun je die op de grote stijger neerleggen. En erg belangrijk is dat je de stekker niet in het water laat vallen, want dat veroorzaakt kortsluiting. De volgende stap die we moeten doen is de kussens juist in de boot leggen. Het zijn er maar vier, dus het valt mee. Deze grote kussens met een ronding erin komen beide aan de zijkanten voorin. Die en die. En het lange kussen met de ronding aan de bovenkant komt achterin, kan maar op één manier en daar komt het smalle kussen komt daar tegenaan. Gebruik de link die via sms en of mail gekregen hebt om de sloep te starten. Je hoort een klik, dat betekent dat de sloep gestart is. En dan kunnen we door met de laatste stap, namelijk het losgooien van de boot. Dat doen we door middel van de bruine landvasten los te halen. Die zitten hierachter zitten die vast. Die maak je los. En die kun je dan meenemen, zoals ik uitgelegd had. En dan kun je ze dus gebruiken om weer aan te kunnen leggen. Dan hoef je hem alleen maar voor los te maken. Die zit bij ons vast op de stijger. Dus die kun je hier vanaf halen en die kun je dan op de stijger gooien. En dan ben je dus klaar om te gaan varen. Als je inderdaad vooruit wil varen, dan kun je het pookje aan de rechterkant naar voren drukken. Dan ga je vooruit. Druk je hem naar achter, ga je dus achteruit. Draai het stuurtje naar rechts, dan ga je naar rechts. Stuurtje naar links, dan ga je dus naar links toe. Geniet ervan, een hele fijne dag en dan zie ik jullie vanmiddag weer.